Het is vandaag maandag. Leuk dat je kijkt vandaag naar deze weekvlog op mijn kanaal. Deze week staan er nog wel wat dingen op de planning. Vrijdag is mijn opa en mijn moeder jarig. Zaterdag vieren we het verjaardag van mijn opa dus, die op vrijdag dus jarig is. Ik heb vandaag ook iets besteld voor mijn moeders verjaardag. Mijn telefoon is zwaar. Ik mag het gewoon vertellen, want ze weet dat ze dat ook krijgt. Hopelijk komt het morgen binnen, want dan kan ik het morgen bij die post.nl.nl ophalen. Hopelijk dat de bezorger deze keer wel goed gaat. Niet zoals met de vorige pakketje voor mij, voor de vakantie. Dat het fout ging. Het is vandaag woensdag en ik heb lekker net sushi binnengekregen. Dit soort sushi bestand is, dat is die gewone sushi. Avocado en komkommer. En dan heb ik hier die inside out maki. Die vind ik ook wel lekker. Ik had eigenlijk wel zin om te koken, maar de dingen wat ik had was gewoon niet meer lekker. De verspakketten die ik vorige week had gehaald waren niet echt heel erg lekker meer. Een kaartje of zo? Ja, voor kort en mooi. Gadver, we hebben hier zo'n grote spin. Die! Een echte, hè? Die! Ja, het is een echte! Weg ermee! Het is vandaag zondag. Ik ben net weer een tijdje al hier in mijn eigen woning. Ik heb dus nu wat gehaald. Handblokjes. Slaafvinkjes heb ik gehaald weer. Veen julienne voor de rauwkoolsalade. Yoghurt. Geraspte. Ja, soep. Ook nog wat drinken. Dus gewoon 2 flessen water met een zaakje. En een shake met die kleine flesjes cola. Beefburger bacon. Een macaroni in zak. Van die tappershapjes. Daar heb ik 3 keer van. Mosterd kaasblokjes. Ik had dus nog een keer tapas. Ik heb dus leverworst en kaasblokjes. Mini friet. Houtmodel. Een zak Haribo snoepjes. Nog een zak snoepjes. Katja, door. Nog peters. IJsjes. Dan heb ik ook nog eens de frikandellen. Die gooi ik als eerste in de vriezer. Een blikje erwtensoep. Voreekoekjes. Een komkommer voor de komkommersalade. Dat was eigenlijk hetgene wat ik had. Het is vandaag woensdag. Mijn stem is een beetje. Ik kan misschien een beetje gaan klinken. Komt, ik heb last van mijn keel. Een paar dagen. Ik heb echt op een bepaald moment het gevoel dat ik droog gevoel in mijn keel heb. En soms ook echt moet hoesten of iets. Vandaag even weer gewerkt tot 12. Daarna ben ik even naar de begeleiding geweest. Want dan moest ik even wat spreken. Van de week ga ik een kast voor mij verven. Ik heb een keuken en dressoir staan. Die ga ik een kleurtje geven. Ik ga van de week nog even naar de Action om verfspullen te kopen. Ik denk dat ik dat vrijdag doe. Vrijdagavond is het altijd je koopavond. En dan ga ik er denk ik heen. En de zaterdag ga ik naar de Gamma verf zelf halen. Ik weet een beetje welke kleur ik wil. Ik denk een beetje beton look. Dus dat ga ik denk ik even doen. En dan nemen we die dan ook mee van de week in het verven ervan. Thank you.
heb net boodschap gedaan. Het is vandaag vrijdag. En ik heb even met de Action wat dingen gehaald. Vandaag heb ik gewerkt. Nu een weekje vrij. En vanmiddag hadden we waarschijnlijk een probleem met de sleutel. Dacht ik, want hier dat blijkt dus dat ding wat moet opladen. Gebruik ik voor de opladen van de sleutel. Die is kapot. Dus even een poosje zonder sleutel gedaan. Maar die heb ik nu weer. Dus dat is fijn. Tenminste gewoon weer naar binnen en naar buiten. Hoop ik dat het niet weer probleem geeft. Met het slot zo meteen. Vandaag zaterdag en ik zit lekker heel veel op mijn bed. Dus even kijken. Bijna aan de vuur. Ik ga zo nog even video's kijken van anderen en dan ga ik naar bed toe. Daar hou ik gelijk voor gezien. Vanavond heb ik even de eerste grondverf aangebracht op. Of de eerste laag van het grondverf aangebracht op mijn dressoir die ik kleur wil gaan geven. De kleur die ik wil geven is waarschijnlijk, dacht ik, een beetje de kleur. De eerste aanzien wil ik de kleur van mijn bed hebben. Maar uiteindelijk is het iets lichter geworden. Maar ik zou mijn handvaten die ik had en eigenlijk een andere kleur willen geven. Maar toen ben ik vanmiddag vergeten die handgrepen te kopen bij de Gamma. Echt stom. Dus ik moet nog even terug. Maar ik zag bij bol.com, ik hoef die hele leuke, beetje een soort leerachtige handgrepen. Die je ook als lus kan maken, maar ook als lushandgreep, maar als gewoon normale handgreep. En dat is een beetje industriële look lijkt het wel. Dus dat is best wel leuk eigenlijk. Dus ik dacht, die wil ik hebben. Maar ik twijfel nu, is dat de juiste afmeting voor mijn kast? Als het goed is, kan ik ze ook gewoon passend maken. Maar ik twijfel nu, eerlijk gezegd. Ik vond ze hartstikke leuk. Dus ik twijfel nu, eerlijk gezegd. Ik denk van, of bestellen, maar anders is het weg al goed geld. Of gewoon bij de Gamma iets kopen en klaar. Maar ja, dat is ook wel lastig, maar ik vraag of dat past. Dus dat is ook nog maar de vraag. Of die handvaten zelf een andere kleur geven. Ik weet het allemaal niet. Het is vandaag zondag en weer een update betreft de kast die ik aan het verven ben. Vandaag heb ik de tweede laag van de grondverf aangebracht. Maar dit is hoe het er nou een beetje uitziet. Dus die kast die gevet, ja, je ziet daar nog een beetje wit. Maar dat maakt eigenlijk denk ik niet zo heel veel uit. Ja, ik heb een beetje van die druipers. Maar goed, daar hou je toch niet tegen. Dat gebeurt gewoon. Maar goed, de kast is gewoon met grondverf nu. Maar wat ik dus wil doen is van die handgreepjes gaan kopen. Een beetje met leerstijl. Want ik had bij bol.com echt een programma op van die hele leuke handgreepjes gezien. Leren handgreepjes, echt leuk. Dus echt een beetje speels, ook een beetje voor industrieel interieur. Dus dat maakt het ook een keer wel leuker. Interieur, industrieel interieur heb je vaak ook wel een beetje metaalachtig. Maar leer heb je soms er ook wel eens in zitten. Dus je kan met industrieel echt best wel veel doen. Dus mocht jij zitten overwegen van, ik wil ook industrieel interieur. Maar ik weet niet specifiek hoe of wat. Of ik wil mijn kast ook gaan verven. Omdat ik ook industrieel interieur heb, maar ik weet niet welke kleur ik wil hebben. Ik weet niet hoe. Je hebt geen inspiratie. Kijk zeker dan even mijn vlog verder. Want volgende week vlog komt er natuurlijk meer online. Van betreft updates van de kast. Dus als je nog niet geabonneerd bent, druk je zeker even op de abonneerknop.